In de 19e en 20e eeuw trokken veel Europeanen, waaronder ook Ieren, naar Amerika om daar hun Amerikaanse droom te vinden. Die droom betekende vooral geld. Toen ik in Strijpes arriveerde, zag ik overal naamplaatjes van nieuwe bedrijfjes. En heel vaak begon ik dan een nummer van de Pogues te neurien. Thousands are sailing. Wat over die Ierse immigranten ging naar Amerika. Ik moest aan ze denken, omdat op Strijpes de mensen ook een droomje najagen. Een droom van geld. Trust tickets in a lottery. Where?